Vanaf die periode werden mensen volgens Nederlands gezag van mens object gemaakt. Hallo, mijn naam is Valieke Smulders. Ik ben hoofdgeschiedenis bij het Rijksmuseum. En we gaan het vandaag hebben over 1 juli 1863, de afschaffing van het slavernijsysteem. Deze zaal heet Nederland over zee. En hier is het koloniale verleden, het slavernijverleden, eigenlijk overal om je heen. Achter mij zie je de periode van de VOC, die in 1605 Ambon veroverde. Die vervolgens rondom de Indische Oceaan mensen tot slaaf maakte, naar andere gebieden bracht om daar op plantages te werken. Vanaf 1621 krijg je de West-Indische Compagnie, het andere deel van de zaal. De West-Indische Compagnie bracht mensen vanuit Afrika naar de Amerika's, ook weer voor plantages. Het draaide allemaal om productie en economisch gewin. Vanaf die periode werden mensen volgens Nederlands gezag van mens object gemaakt. Slavernij is een systeem dat gepaard ging met geweld en dwang. En boeien hebben daar een hele centrale rol in. Boeien werden gebruikt om mensen onder dwang van plek van herkomst te brengen naar daar waar ze te werk gesteld werden. En boeien werden gebruikt om daar waar ze werkten, om ze daar ook te houden. En deze boei heeft een bijzonder verhaal, want hij is in de collectie van het museum terechtgekomen als een persoonlijk geschenk. Frans Menig, wiens voorouders werkten op plantage Overtoom in Suriname aan de rivier de Para, die hebben die boei bewaard en vervolgens meegegeven aan iemand uit Nederland, omdat hij het zo belangrijk vond die geschiedenis te bewaren. In deze zaal zie je 6 diorama's. Dat zijn een soort kijkkastjes vooraan de muur. En deze geven een inkijkje in de Surinaamse samenleving van begin 19e eeuw, toen de slavernij nog altijd bestond. De diorama's zijn voor Europeanen gemaakt, dus ze zijn wel geromantiseerd. Desondanks geven ze toch wel een inkijkje in het dagelijks leven, nog voordat de fotografie was uitgevonden. We zien bijvoorbeeld verschillende bevolkingsgroepen: Creolen, Arawakken, Caraïben en Nederlanders. Dit is een heel bijzonder diorama, want wat je hier ziet is een voorstelling van een opvoering van een doe. Een doe is een soort dansfeest, zoals dat gehouden werd onder mensen in slavernij. Af en toe mochten ze dat, over het algemeen was het verboden, maar af en toe kregen ze daar de gelegenheid toe. En wat je hier ziet afgebeeld is dat daar een vrouw de centrale rol vertolkte. Dat was de afrankeer. En wat je ook ziet in het rood, die man die stelde de koning voor. Wat je niet zo duidelijk ziet, is dat de doe's, deze dansfeesten, eigenlijk aangegrepen werden om kritiek te uiten op het bestuur en om verzet te organiseren. Er werd stiekem gesproken over hoe mensen bijvoorbeeld wilden ontvluchten. Uiteindelijk leidde het verzet van mensen in slavernij tot de afschaffing van het systeem. Dat gebeurde in Indonesië per 1 januari 1860. En in het Caribisch gebied ging het in op 1 juli 1863. Van meet af aan is er ook veel kritiek geweest op het herdenken. Zo werden vanuit de instellingen liedjes opgedragen die mensen moesten zingen, waarmee zij hun dankbaarheid moesten uiten aan koning Willem III. Daarom werd ook al heel snel op Curaçao de viering en herdenking van 1 juli afgeschaft. Vanaf de jaren 60 wordt daar juist 17 augustus gevierd. Dat is de datum waarop Tula in 1795 in opstand kwam. Dat is een grote opstand geweest van 2000 mensen in slavernij die lieten weten dat zij vonden dat ze rechtmatig vrij waren.
Deze foto is onderdeel van een kleine collectie in het bezit van het Rijksmuseum. Hij stamt uit 1948 en in die kleine collectie zie je mensen stilstaan bij 1 juli, bij Kitty Kottie, het verbreken van de ketenen. En wat ik mooi vind aan deze foto is dat je ziet dat het vrouwen zijn met verschillende etnische achtergronden. En ze hebben allemaal Afro-Surinaamse klederdracht aan, allemaal kotos. Waarin ze dus eigenlijk allemaal een solidariteit laten zien met de mensen in slavernij die vrijkwamen op 1 juli. Wat dus belangrijk is, wat de boodschap is van deze foto, is dat het afschaffen van de slavernij als natie viert. Met z'n allen, omdat het nationale geschiedenis is. Op 12 februari 2021 opent onze nieuwe tentoonstelling over slavernij. En ik hoop dat jullie allemaal komen kijken. Tot dan!